Ik heb een boek gemaakt waarbij ik eigenlijk wil mensen inspireren om te ontdekken dat ze alles al weten. En hoe ze daar dan bij moeten komen, daar heb ik dan weer 9 wijzen bij gehaald. Dus mensen die ik ben tegengekomen, schrijvers, coaches, dat soort dingen, die elk vanuit eigen theorie en praktijk eigenlijk proberen dat een beetje te ondersteunen. En bottom line komt er eigenlijk op neer: luister naar je hart en volg je gevoel. Wat is de bedoeling van deze rondvaart? Nou, wat ik graag wilde is eigenlijk dat ik een aantal godsdiensten, of je mag niet alles godsdienst noemen, we hebben ook een atheïst erbij en boeddhisme is ook geen godsdienst, maar in elk geval een aantal stromingen waar mensen bezig zijn met een aantal essentiële levensvragen, die wil ik bij elkaar brengen. Islam, soefisme, het christendom, jodendom, alles bij elkaar. Allemaal in hetzelfde schuitje. Ik heb een rondvaartboot ook daarvoor geregeld in Amsterdam. Nou ja, hoe leuk kan dat zijn? En in 1 uur tijd was de bedoeling om tot één gemeenschappelijk woord te komen. Een unaniem woord. Dat was de gedachtegang een beetje van die middag. Maar als je het wil overbrengen naar anderen, dan is het toch beter om het in woorden te doen. Ja. Eenheid. Misschien mag ik een suggestie doen. Ik was bij de Dalai Lama en ik vroeg aan hem: wat vind je van de Bijbel? En toen begon hij, is nogal lacherig, de Dalai Lama. Hij zei: de hele wereld heeft van oorsprong hetzelfde boek. En welke traditie je ook doorleest, er zijn twee woorden die eigenlijk bij elkaar horen, die in elke traditie naar boven komen. En dat is ik ben. Aham, ik ben. Het ultieme ik ben beleving wil zeggen dat je weet wie je bent en dat je een deel van God wordt. Weet je, als je zegt al ik ben boeddhist of ik ben islam of ik ben jood, dan ga je volgens mij al punt voorbij. We zijn allemaal één, wat Patty zo mooi omschrijft. We horen allemaal bij elkaar, we zijn allemaal hetzelfde. En iedereen gaat op zijn eigen manier naar zijn mooiste eigen stuk toe. En hoe je dat nou doet, of je dat nou via de islam doet, of het boeddhisme of het jodendom, het zal met even zijn. Als we maar van elkaar houden, respect voor elkaar hebben en het mooiste ervan maken, zolang we er zijn. Nou, ik weet niet of ik het tegenwoordig, maar ik wil wel graag naar de islam leven. Ja. Maar ik voel heel veel eigenlijk voor alle geloven. Dus ik, mooi. Ik doe ook mindfulness trainingen. Leuk. En dan volg je weer Boeddha. Maar ja, dan ik zie zoveel overeenkomsten. Dus allemaal hetzelfde. Ik zie ook hier allemaal zielen. En niet zozeer, ja, we komen natuurlijk overal ergens vandaan. En ik haal dan weer uit de Koran dat Allah mensen verschillend heeft gemaakt, opdat wij elkaar kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren. En als Allah het had gewild, had hij één gemeenschap van ons gemaakt. Maar ik heb het niet ander accent. Voor mij is het niet dat ik zelf allerlei dingen ga doen en mijn best doe en mijn gelooflijke loop te streven. Ik merk juist dat het streven heel vaak verzandt of tot verrassend weinig leidt. En voor mij is de troost van geloof en ook de opluchting en de bemoediging zit in het feit dat er iets aan mijn streven vooraf gaat, namelijk genade. Genade. En gaandeweg mijn leven ontmoet ik graag andere mensen die mij dus het onderscheidend vermogen kunnen bijbrengen om een betere mens te worden. En die ontmoetingen, zoals ik die hier ook ervaar vandaag, noem ik een satsangat. Dus een werkelijke vriendschap. Een vriendschap waarbij ik dus verder kom in het leven. Niet zozeer dichter bij God of een schepper of zoiets. Want die is er voor mij niet tot ik hem ervaren heb. Maar op het moment dat ik een beter mens word, dan zal ik waarschijnlijk ook goed handelen, goed doen. Waardoor andere mensen weer een voorbeeld aan mij nemen. Dat heb ik net ook gehoord. Wees een voorbeeld. Ik voel me niet uitgesloten van wat er ook. Zelfs bij Herman heb ik zoiets van ja. Want in mijn levensopvatting hoeft er ook geen God te zijn, want ik denk dat Herman ook graag een beter mens wil worden. Wij zijn als wetenschapper natuurlijk gericht om erop een ware overtuigingen te hebben en niet allerlei dingen die leuk zijn om te geloven, maar niet waar zijn. En daarom ben ik atheïst. En ben ik geloof ook niet minder gelukkig omdat ik het niet heb. Hoewel ik me wel kan geloven dat andere mensen gelukkig zijn omdat ze het wel hebben. Nu jij nog. Nee, nu jij. Ik zeg dat ik heel mag. Zo, je gaat de eerste boom doen. Test die ik heb met mijn handen. Iets heel anders. Hedy, wat voor woord is er uitgekomen wat ons allemaal met elkaar verbindt? Bevrijding. Alhoewel er gaandeweg het gesprek ook andere dingen in het vizier kwamen waar de meesten zich in konden vinden. Op weg naar
de eenheid, de ervaring van het ik ben. Dat het niet iets vaststaand is om ergens in te geloven, maar een proces om je te verbonden te voelen met anderen. Kortom, er waren een heleboel woorden die langskwamen. Empathie, liefde, saamhorigheid, erbarmen, compassie. Maar het is bevrijding. Het is uiteindelijk waar iedereen zich toch het beste in kon vinden. En ook omdat de gong ging, werd het bevrijding. And here you are, out of the blue, and I've found you again. And what are the chances, my friend?